Ja, en ondertussen is mijn laatste uur bijna voorbij. En mijn laatste gast is aangeschoven, Mandy Wognum. Jij bent tourmanager in de theaterwereld. Klopt. Jij bent ook dansdocent. Klopt ook. En groot liefhebber van dans. Zeker, zeker. Ja. Maar eerst om met dat tourmanager te beginnen. Wat houdt het in? Wat doe jij precies? Mijn laatste productie was Kinky Boots. Ja? En die is ook abrupt gestopt. 12 maart in Breda, ik weet het nog heel goed. Ja, de tourmanager is voor mij, want het kan, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat de acteurs 's avonds zonder ergens over na hoeven te denken, lekker hun voorstelling kunnen spelen. Ja. En daar komt ontzettend veel bij kijken. En wat regel jij dan zoal? Maak alle schema's, de vertrektijden. Je bent verantwoordelijk voor de catering. Dus als er eten moet zijn, dan regel je dat. De hotel. Ja. Als overnachtingen, maar ook op locatie. Alles wat er gebeurt moet je ad rem oplossen of gelijk inspringen. Je bent aanspreekpunt ook in het theater zelf. Wij toerden dan. Je hebt natuurlijk verschil of je vast in een theater staat of dat Precies. je toert. En ja, elke dag is anders. En dan komt er weer onverwacht iemand die ziek is of geblesseerd je raakt. Je moet sowieso of improviseren. Echt een spin in het web en echt improviseren en gelijk aan de bak. Ja. Jij hebt dus geen werk meer wat dat betreft. Nee. Dat is eigenlijk gestopt. Ja. Met alle maatregelen die zijn ingevoerd. Ja. Dat betekent in ieder geval geen inkomsten meer op dat vlak. Nee, zeker niet. Nee. Nu was jij al, cultuur speelde al een grote rol in jouw leven. Hè? Klopt. Hoe oud was je toen je met dans begon? 4, denk ik misschien wel eerder. Nou ja, zodra het kon, ging ik dansen. Ja. Ja, ik heb op de jeugdtheaterschool gezeten. Die bestaat nog steeds. Ja. En dat was mijn lust en mijn leven. Dus, ja, dus jij wist eigenlijk ook altijd, ik ga iets doen in deze sector. Ja, zeker. Ja, ik ging elk weekend gingen we het hele land door, ook al met een bus. En dan deden we allerlei kindermusicals, voorstellingen en... Ik kende elke plek die ik moest kennen. En ja, dat was echt mijn lust en mijn leven. Ja, ja. Mijn ouders, mijn moeder ging mee, die deden haren. Dat was gewoon deel van onze familie. Op een bepaald moment ben je toch overgestapt naar de wat praktischere kant van het, het regelen, het organiseren. Ja. Ik heb hbo-docent dansopleiding gedaan en toen heb ik een paar jaar les gegeven. Maar daar miste ik toch iets. Toch dat regelen, toch meer uitdaging eigenlijk. Ja. En ja, uiteindelijk is het heel snel gegaan. Maar toen kon ik mijn eerste musical als tourmanager doen, Annie, in 2012. Ja. Met Nick Fleuren onder andere. En ik was nog heel jong, dus mensen dachten echt, ja, wat kom jij nou doen als jonkie? Want jij moet dit allemaal regelen, dat kan helemaal niet. Ja. Dus ik ben flink uitgedaagd. Ik ben echt in het diepe gesprongen dat jaar. Maar dat, ja, één dag en ik heb het nooit meer losgelaten. Wat mis je dat is echt fantastisch. Meest aan dat werk? Sowieso het werk op zich. Hè? Dus het regelen en gewoon dat elke dag weer anders is. En dat je daar niet op kan voorbereiden, zeg maar. Maar ik ben ook echt een sociaal dier. En ik vind het heel fijn en belangrijk om voor mensen te zorgen in die zin. Dus ik deed altijd wel een extra dingetje. En dat mis ik heel erg. Gewoon ook je andere familie om je heen. Ja, ja, ik merk voor heel veel mensen, en dat is natuurlijk met al het werk, maar misschien in de culturele sector nog wel het meest, dat het een soort familie vormt. Omdat je heel zo erg vaak op pad bent, hele lange dagen maakt, 's avonds laat aan het werk bent, op feestdagen, op zondagen. En zeker zo'n tour is, ben je toch nog meer met elkaar, ook met overnachtingen. Dus je ziet soms je collega's meer dan je eigen gezin of je eigen familie. En dat is echt iets heel bijzonders. Ja. Heb je eigen man ook gevonden in de culturele sector of dat niet? Nee, hij vindt het wel heel leuk om op de planken te staan. Maar hij is meer amateur. Ja. Maar hij snapt. Hij kent het wereldje wel heel goed. Ja. En dat is heel prettig. Ja. En wij hebben nu een dochtertje van een jaar. Dus ik moet zeggen dat ik daar nu wel heel erg veel met haar ben. En dat is heel fijn. Precies. Mensen kunnen zich nu op heel veel zaken richten. Ja. Maar in hun achterhoofd speelt natuurlijk altijd, wanneer gaan we weer terug? En wat wordt dat nieuwe normaal? Hoe gaat dat er voor mij uitzien? Hoe kijk jij naar die toekomst? Ik heb nog steeds heel veel hoop dat we gewoon ergens weer allemaal open mogen. En de theaters weer open gaan. En we weer hele mooie dingen kunnen maken. En ik dan ook weer iets mag doen. Dus die hoop is nog steeds niet weg. Misschien vind ik het daarom ook wel heel moeilijk om echt te bedenken wat ik nu zou willen doen. Ik weet het oprecht niet. Want je wilt ook nog niet loslaten. Nee, zeker niet. Nee, ga ik ook nog niet doen voorlopig. Nee. En mijn hobby is echt ook mijn werk. En dat merkte ik de eerste week heel erg. Van wat ga je doen? Ga een boek lezen? Ik wist het gewoon niet. Ik voelde het niet. Het was niet mijn ding. En eigenlijk eerlijk gezegd ben ik nog steeds op zoek van wat zou je dan
ja, wat ga je doen? Ja. Dus daar ben ik oprecht nog steeds niet achter. Nee. Nee. Nou ja, nee. Dat is misschien, dan is het heel goed om dit soort evenementen te hebben. Dat we ook allemaal bij elkaar komen, met elkaar uitwisselen. Ja. Zodat je ook met elkaar misschien kan praten over van, wat kunnen we misschien samen vormgeven in deze nieuwe periode. Hè? Ja, nou, ik vind het sowieso heel fijn om hier dan weer even te zijn. Die je toch bekende ziet en die weer even kort kan kletsen. En ik vind het sowieso fantastisch wat jullie deze week allemaal doen. Mag ook wel gezegd worden. Nou maar dat is heel... dank aan al deze fantastische mensen en de organisatoren. Dan voel je gelijk, dan komt gelijk weer die energie. Ja. En dat is wel heel fijn. Ja. Maar heel belangrijk. We staan inmiddels, op de teller staan er 284.831 mensen op het Malieveld. Dat is het aantal deelnemers. Moeilijk te tellen. Hoeveel ga jij erbij opzetten? Ik wil alle collega's van Kinky Boots. En ook de collega's van kantoor, dus de Graaf en Cornelis Entertainment waar ik gewerkt heb. Dus dan kom ik op 70 ongeveer. 70 mensen. Ja. Die mag je aan het bord gaan schrijven. Ik hoop dat alles snel weer back to normal is. In ieder geval ook voor jou. En dat je kan oppakken waar je, wat je het allergraagste doet. Dankjewel. Dankjewel. Ga lekker naar het bord. Ja, en ook Mandy heeft haar, haar mensen erbij gezet. En dan komen we op 284.901. Die mensen staan nu allemaal op de lijst. En daarmee sluit ik mijn 4 uur voor vandaag hier af. Ik wil iedereen hier bedanken voor de fantastische mensen die dit hebben georganiseerd. Want het is zo belangrijk dat je van die motoren onder zo'n evenement hebt. Die zorgen dat het allemaal gebeurt en dat we hier allemaal zijn met z'n allen. Dus dank. Blijf je handtekening zetten. Vraag anderen om dat ook te doen. Zet het op social media. Laat je stem horen, want dat is ongelooflijk belangrijk. De komende 4 uur mag Twan Huis mijn plekje overnemen. En die gaat dat ongetwijfeld heel goed doen met heel veel inspirerende gasten. Dank voor nu voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Dag.